In mechanica en natuurkunde worden dikwijls begrippen als arbeid, potentieel energie, potentiaal ingevoerd voordat het begrip lijnintegraal eigenlijk goed en wel gezien is. En dat zorgt eigenlijk wel voor wat problemen. Dus we gaan proberen om in deze video dat begrip lijnintegraal kort in te voeren, al een paar eigenschappen mee te geven en dan zal later in cursussen analyse dat wel nog allemaal heel veel duidelijker worden. Laat ons beginnen met een gewone integraal, een integraal voor een functie van r naar r. Dat zijn de integralen zoals je ze ook gezien hebt in het middelbaar. En dat is een functie waar dat er een x ingestoken wordt en een y uitkomt. Dus één getal erin, één getal eruit. En een integraal van a tot b f van x dx werd heel dikwijls gedefinieerd als een Riemannsom. Dus wat ga je gaan doen? We gaan eigenlijk het interval a, b opsplitsen in allemaal kleine stukjes. En we gaan voor elk stukje het stukje interval maal de functiewaarde doen. En dit gaan we allemaal gaan optellen. En als we die stukjes kleiner en kleiner en kleiner maken, dan wordt dat ons integraal. We hadden ook een manier gezien om die te gaan berekenen, aan de hand van de hoofdstelling van de integraalrekening. Namelijk als we een primitieve functie kunnen gaan zoeken. En dus dat is een functie. Als je daar de afgeleide van neemt, dat je die functie zelf krijgt, dan kan je gewoon de primitieve in b min de primitieve in a gaan doen. Goed, een lijnintegraal, dat is eigenlijk een integraal die gedefinieerd is bij een totaal ander soort functie. Dus dat is bij een vectorveld. En ik ga hiermee enkel beperken tot de vectorvelden van R3 naar R3. We zouden ook van R2 naar R2 of van Rn naar Rn kunnen werken. Voorbeelden van zo'n vectorvelden, ik vind een van de meest gemakkelijke voorbeelden, ergens een rivier met water die stroomt. En op elk punt van de rivier heeft het water een bepaalde snelheid. Wat heb ik bij een bepaald punt? Dus als ik hier mijn oorsprong van mijn assenstelsel zou hebben, dan heb ik hier een punt R. En daar heeft het water een bepaalde snelheid. Dus ik steek daar een punt R in. En er komt daar een snelheid als functie van die positie uit. Dus dat is twee keer een vector in drie dimensies. Goed, als we nu andere vectorvelden bekijken, wat kan dat nog zijn? Dat kan een kracht zijn, dat kan een elektrisch veld zijn. En daar komen we dan, als dat veld een kracht zal zijn, zullen we het begrip arbeid kunnen invoeren. Zal dat het vectorveld een elektrisch veld zijn, dan zullen we het begrip elektrische potentiaal kunnen gaan invoeren die daarbij hoort. Dus als je aan een vectorveld denkt, denk ofwel aan een snelheidsveld, ofwel aan een krachtenveld, ofwel aan een elektrisch veld. Maar alleszins iets met drie componenten, een x, een y en een z-component. Die snelheid heeft hier een x, een y en een z-component. En gedefinieerd op verschillende posities. En een positie heeft ook een x, een y en een z-component. Goed, om een lijnintegraal te gaan definiëren, wat zullen we nog bij nodig hebben? Dat is een pad. Een pad waar langs je beweegt. Dus je beweegt hier bijvoorbeeld op langs dit pad. En laat ons zeggen dat we vertrekken hier op dit punt, dan het pad volgen en eindigen op dat punt. Een pad, dat is iets die zich bevindt in die eerste verzameling. Kijk, bij deze integralen hadden we dat niet nodig, want van A naar B, er is maar één manier in R om van A naar B te gaan. En dat is gewoon daar stukjes bij optellen. Als je van deze RA naar deze RB gaat, dan zijn er eigenlijk verschillende paden mogelijk. Je kan daar recht naartoe gaan, je kan daar krom naartoe gaan. Er zijn eigenlijk verschillende mogelijkheden. Dus stap 1 is, we hebben een pad nodig. Wat gaan we dan doen? We gaan dat pad in kleine stukjes verdelen. Dat is wat we hier doen. En elk stukje gaan we een beetje vooruit. Maar als we een beetje vooruit gaan, is dat nu een vector dat we volgen. Dat is die vector dr. Goed, als je nu van het punt RA naar RB gaat, langs dat pad, gaan we dat in kleine stukjes verdelen. En we kunnen nu op elk klein stukje het scalair product nemen van het vectorveld op die plaats en de dr. Wat is eigenlijk een scalair product? Dat is iets die u de projectie geeft van dat vectorveld F op die dr, maal nog een keer de grootte van dat interval dr. Dus we gaan terug een limiet nemen. Nu zal dat de limiet zijn van die delta r, die naar nul is, van die scalaire producten, en we gaan dat omzetten. En dat wil eigenlijk altijd zo zijn als we een integraal berekenen, is dat een som van kleine bijdragen. Hier is dat een som van delta x mal uw functiewaarde. Hier is dat de som van scalaire producten.
En toen gaan we die in het algemeen gaan berekenen. Het eerste zal zijn is het pad, de kromme, gaan parameteriseren. En dus uw x, y, z als functie van die ene parameter gaan schrijven. Het tweede zal zijn die dr ook als functie van ene parameter gaan schrijven. En dat kunnen we via afgeleide doen. Dus als je die functie x, y, z gaat afleiden, dan kan je zo alles schrijven als functie van ds. Dan is het nog een kwestie om de grenzen te gaan zoeken. Ik heb die hier a en b genoemd. Dat zijn eigenlijk de waarden van die parameter s, zodanig dat je hier in het punt a terechtkomt voor a. En de waarde van b, dat is de waarde van die parameter s, zodanig dat je hier in dat punt b terechtkomt. En wat kunnen we dan gaan doen? Dan kunnen we eigenlijk hier die integraal, die lijnintegraal, gaan omzetten naar een integraal naar die parameter s, ds. Hoe gaat dat nu in de praktijk gebeuren? Als je nog niet veel van lijnintegralen gezien hebt, zullen ze meestal een gemakkelijk pad kiezen. Bijvoorbeeld een pad die een rechte is. Wat kan je dan doen? Dan kan je bijvoorbeeld zeggen van ik ga die rechte direct ook laten overeenkomen met de x-as. En als je dan hier een vectorveld hebt die wat varieert, wat kunnen we dan gaan doen? Dan is dat altijd, als we nu de FDR gaan moeten berekenen, dat scalair product, dan is dat de x-component van de kracht, maal de x-component van de verplaatsing, maar dus die vector dr, als ik altijd langs dat pad, is hier altijd volgens x en niks volgens y, dan wordt dat gewoon fx maal dx van het punt waar je start tot het punt waar je eindigt. En dikwijls zullen een eenvoudigere fysica-cursussen, waar een lijnintegraal nog niet gezien is, zullen ze kiezen voor ergens een recht pad, omdat dan die lijnintegraal een pak eenvoudiger berekent. Het probleem is natuurlijk, als je moet beginnen, niet conservatieve krachten gaan uitleggen, wat dat dan juist betekent. En dan gaan ze redelijk snel beginnen van, dat is... Een conservatieve kracht, dat is een kracht waar de arbeid niet afhangt van de manier hoe je van het ene punt naar het andere punt gaat. Laten we een keer verder gaan kijken naar wat een conservatief vectorveld eigenlijk wiskundig analytisch betekent. Dus wat hadden we hier? Want hier een hoofdstelling van de integraalrekening. F van x dx is f van b min f van a. En de afgeleide van die functie is uw oorspronkelijke functie die je aan het integreren bent. En als je dus zo'n primitieve kon vinden, konden we zo onze integraal berekenen. En daarvoor moest onze functie voldoende braaf zijn, want je kan integralen berekenen van functies die discontinu zijn, dan zal je ook niet zo'n primitieve functie kunnen vinden. Maar als je een voldoende brave functie had, dan was dat wel in orde. Goed, wat hebben we hier? Nu zijn er een aantal conservatieve vectorvelden, waar we iets gelijkaardig kunnen doen. We kunnen zeggen dat die integraal, die lijnintegraal, gelijk is aan een functiewaarde in het eindpunt min een functiewaarde in het beginpunt. En de afgeleide van die speciale functie, we zullen dat de potentiaalfunctie noemen, moet het oorspronkelijk vectorveld zijn, net zoals dat we hier hebben, dat de afgeleide uw oorspronkelijk vectorveld is. Die afgeleide is nu een beetje een speciale afgeleide, dat is de gradiënt. Dus die gradiënt van v, die is dan gelijk aan de partiële afgeleide van v naar x, de partiële afgeleide van v naar y en de partiële afgeleide van v naar z. En dat is dan ons vectorveld. Laat ons een voorbeeldje geven van ergens een conservatieve kracht. Dat is bijvoorbeeld de zwaartekracht. Maar als we kijken naar de zwaartekracht, dan is die gedefinieerd als, ik ga een assenstelsel invoeren met de z-as naar boven. De zwaartekracht is tegengesteld aan de z-as en heeft geen x- en y-component. Nu kunnen we een potentiaalfunctie invoeren, de functie v. En als ik die nu m mal g mal z noem, dan is de afgeleide, dus uw gradiënt van die potentiaalfunctie, we gaan dit afleiden naar x, daar zit geen x in, dus dat is 0. We gaan dit afleiden naar y, daar zit geen y in, dat is 0. We gaan dit afleiden naar z, we krijgen m maal g. En wat zien we? Dat dat op een minteken na hetzelfde is. Hoe zal potentiële energie gedefinieerd zijn? Dat zal het minteken zijn, min de potentiaal, zoals ik hem daar in analyse gedefinieerd heb. Dus als ik hier schrijf dat dat v
V van RB min V van RA is, dan kan ik een negatieve daarvan gaan definiëren, waardoor dat er hier eigenlijk een extra minteken bij komt, en dat zal dan de potentiële energie zijn. Als dat veld een elektrisch veld is, zal dat die potentiaalfunctie, het zal weer min die zijn, zoals dat ze hier gedefinieerd is, dus min de gradiënt van de potentiaalfunctie zal dan het elektrisch veld zijn. Goed, dit is voor functies die voldoende braaf zijn en voldoende braaf zal conservatief zijn. In eerste instantie, meestal in eerste cursussen, zal dat zijn van, voor krachten, de veerkracht zal een conservatieve kracht zijn, en de zwaartekracht zal een conservatieve kracht zijn, en de wrijvingskracht is typisch een voorbeeld van geen conservatieve kracht. Hoe kan je zien dat de wrijvingskracht geen conservatieve kracht is? Als uw lijnintegraal van RA naar RB, FDR, scalar, ertussen dat puntje moet je altijd schrijven, gelijk moet zijn aan VRB min VRA, dan zouden we eigenlijk een keer kunnen gaan zeggen van kijk, we nemen een gesloten pad, en een gesloten pad, dat is dat uw eindpunt hetzelfde is als uw beginpunt. Natuurlijk, als hier staat VRA min VRA, dan moet dat 0 zijn. Zo'n gesloten pad, dat wordt ook dikwijls genoteerd zo met een kringetje er rond, FDR. Dus concreet betekent dat dan dat we een gesloten pad volgen. Dus we vertrekken hier en we volgen een pad en we eindigen daar. En als dat bijvoorbeeld de zwaartekracht is, dan zul je uiteindelijk een stuk hebben waar dat eerst zal je potentiële energie verminderen tot hier, dan zal dat weer vermeerderen, dan zal dat weer verminderen. En als je al die veranderingen bij elkaar optelt, kom je terug op hetzelfde uit. Als je nu een wrijvingskracht zou hebben, dan werkt die altijd tegen. Dus een wrijvingskracht up werkt altijd tegen. Dus dat wil zeggen dat elke bijdrage in die som iets negatiefs is. Allemaal negatieve dingen opgeteld, dat gaan nooit nul worden. Dus dat wil zeggen dat we zo'n potentiaalfunctie niet gaan vinden. Dus dat bestaat niet voor een niet-conservatieve kracht. En dat betekent dan concreet dat er geen potentiaalfunctie zal bestaan en dat we dat dus niet via potentiële energie zullen kunnen gaan berekenen.